Deze video wordt u aangeboden door Regenfibre en Shubi Reizen. Patrick Gerritsen, gefeliciteerd met de overwinning. 0-2, Darfse Boys. De opdracht was volgens mij in het begin scherp beginnen. In hoeverre is dit gelukt? Ja, ik denk dat we al redelijk scherp begonnen. We kwamen eigenlijk nauwelijks over de midline in het begin. Dus wat dat betreft was het wel beter dan de afgelopen wedstrijd. Toen begonnen we iets minder scherp. Dus ik denk dat het wel goed gelukt is. In de eerste helft brak Excelsior 31 niet één keer door de verdediging van Drachtse Boys. Hoe kan dat? Ja, dat is, weet je eigenlijk, als je hier komt, voetbal is lastig. Omstandigheden zijn niet top. Zij vliegen erop. Hanteren veel de lange bal. Dus ja, het is moeilijk om echt in ons spel te komen hier. Ik denk dat je dan ook wel een groot verschil kan zien als we thuis spelen op kunstgras, wanneer de bal wel lekker loopt en hier. En vorig jaar zijn we in het mes gelopen door in het begin een paar individuele fouten te maken. Ja, en nu werden hun wel heel gevaarlijk uit standaard situaties, maar gelukkig hebben we de nul weten houden. En dan, ja, uiteindelijk kreeg je toch altijd kansjes voorin en gelukkig hebben ze gemaakt. Ja, Drachten die scoort zelf niet, open doel, werd niet gescoord. Corners zijn ze ook levensgevaarlijk, toch? Ja, zeker. Ja, dat zei ik. Constant situaties waren ze echt levensgevaarlijk. En ik moet zeggen, dikke pluim aan Arjan Kok, die ons dit jaar hier er doorheen heeft gesleept. Vorig jaar had hij, ik denk, een van zijn mindere dagen uit zijn carrière. Maar ik denk dat dit ook wel een groot gedeelte aan hem te danken is. Nou, ik denk dat het heel veel mensen met jou eens zullen zijn. Wat was de opdracht voor de tweede helft? Ik heb geen flauw idee, want ik was niet in de kleedkamer in de rust. Maar ik neem aan... Dat de trainer toch wou dat we sowieso achterin de nul zouden houden. Want zolang je dat hebt, dan weet je dat je voorin altijd kans gaat krijgen. En dat wij wel veel scorend vermogen hebben dat we gaan scoren. Dus ik denk dat echt de opdracht was. Iets sneller de bal laten gaan en gewoon zorgen echt achterin geen fout te maken en de nul houden. Was het ook echt mogelijk om snel de bal rond te laten gaan met dit grasveld? Nee, zoals ik in het begin ook al zei, dat is niet echt helemaal top hier. Daar hebben hun zelf ook misschien wel last van. Dus dan krijg je als toeschouwer geen mooie wedstrijd te zien, maar echt een vechtwedstrijd. En dan erg je soms groen en geel misschien als toeschouwer. Maar uiteindelijk zie je dan met de 3 punten staat als Excelsior zijnde, dan is het spel ook alweer gauw vergeten. Ja, op een gegeven moment werd jij gewisseld, kwam jij in het veld voor Michel en werd er 4-3-3 gespeeld. Had het niet al eerder moeten gebeuren? Ja, in de voorbereiding speelden we ook 4-3. Toen was er nog wel een plaatje van mij in de selectie gereserveerd. Maar daarna toch 4-4-2, omdat we achterin dan toch wel wat kwetsbaar waren. En de afgelopen wedstrijd hebben we vaker kortere periodes 4-3 gespeeld. Met wisselend resultaat. Dus voor mij persoonlijk mooi dat het nu een keer goed uitpakt. Omdat er dan voor mij de kans op veel minuten wat groter is. Nou ja, je hebt je speelminuten goed benut, want je scoort. Kun je dat doelpunt beschrijven? Er was gewoon een lange bal op links op Cem en die kwam er goed voorbij en ik kwam voor de goal en ik kon hem eigenlijk gewoon simpel intikken. Daarvoor was het precies hetzelfde andersom en toen ging hij op een of andere manier ging hij er toch net niet in bij Cem, zeg maar. Maar nu zei hij, ja, nou geef ik hem terug, doe jij het maar. Nou, mooi dat hij dan gewoon netjes die bal afgeeft en dat ik hem gewoon in kan tikken. En mooi van mij persoonlijk ook om van de speelminuten die ik krijg zo effectief mogelijk in te richten. Ja, en je doet het nog effectiever, want je hebt ook een assist. Kun je die situatie ook nog even beschrijven? Dat kan ik ook. Ja, ik kwam weer van de linkerkant natuurlijk. Jurgens die kwam goed op en hij gaf hem voor. En ik stond ongeveer op de penalty stip en wou draaien om zelf te schieten eerst. En toen hoorde ik uit mijn ooghoek dat Hakim vrij stond. En ik dacht, ik tik hem bij hem. En ik moet zeggen, hij tikte me aardig de tegenstander uit. En hij schiet hem gewoon heel goed boven in de hoek zonder na te denken. En dan kun je ook wel zien dat de doelpunten van vorige week voor hem misschien ook wel iets bevrijdender zijn geweest. Ik zou zeggen, geniet lekker na van deze overwinning en goede terugreis. Ja, hetzelfde. Jullie ook. Dankjewel. Deze video werd u aangeboden door Regenfibre en Shubi Reizen.